Welkom bij Leonie op zoek naar draagvlak. Mijn naam is Leonie en ik neem je mee in de wereld van Zwaagstrabeton. Draagvlak. Jij zoekt het, Zwaagstrabeton verzorgt het voor je in de vorm van stevig en betrouwbaar beton. Zorgvuldig ontwikkeld met oog voor duurzaamheid. Ik ga natuurlijk niet in mijn eentje jullie rondleiden, maar met André. Goedemiddag, welkom in Hogeveen bij Zwaagstrabeton. We staan hier in productiehal 4, waar we keerwanden maken, goten en allerlei specials. André, jij zegt net, oh, er gaat een bel af. Jij zegt net hal 4, dat betekent dat er dus nog 3 andere hallen zijn. Ja, hal 1 en hal 2 zijn productiehallen voor betonplatenproductie. Hal 3 is een opslaghalletje. En wat gebeurt hier nou achter ons? Hier maken we prefab bergingsvloeren voor houten bergingen. En zo'n ding waarmee ze storten, dat heet? Dat heet een stortkubel. Een stortkubel? Ja. Oké. Okay. Wacht even, André. Deze, dit zijn ook gewoon mallen. Want we zitten net naar die vierkant en die rechthoekige dingen en de houten mallen te kijken. Maar die gigantische blauwe dingen? Dat is een stalen mal voor de productie van een keerwand. En rechts hier is het laboratorium. Van elke fabriek, van elk mengsel, wordt elke dag een betonkubus gestort. En daarna wordt die getest op een drukbank. En dan controleren we dus of we de druksterkte die we verkopen, of we die ook echt halen. Daar is onze laborant, Robin. Hoi. André zat net te vertellen over de pers. Hier ligt grind. Ja, kijk uit. Het is warm, er komt warmte vanaf. Ik kom precies net uit de oven. Oh, je hebt het grind in de oven gestopt? Ja, om het vochtpercentage van het grind te bepalen. Je denkt bij beton en betonproducten van nou, hè, dat is gewoon storten en dan heb je gigantische plaat. Maar jij doktert hier dus gewoon helemaal uit hoe je de beste kwaliteit beton kunt krijgen. Yes. Wat is nou jullie kracht? Onze kracht is afspraak is afspraak. Als de klant vraagt, kun je volgende week leveren? En wij zeggen ja, dan wordt er ook geleverd. Dit is het kloppend hart van ons bedrijf. Afdeling planning en logistiek. En waar moet je dan straks naartoe? Ik ga nu zo laden en dan ga ik naar Stadskanaal. En wat ga je brengen in Stadskanaal? Betonplaten. Nou, wat een verrassing! Nou niet. André, ik zie hier grondstoffen af en aan gaan. We gebruiken een eco-granulaat. Eco-granulaat en het ecozand komen vrij bij het recyclen van asfalt. In deze fabriek waar we nu voor staan maken we gebezende betonplaten. Verwerken we geen natuurgrind meer, maar is het 100% het eco-granulaat. Dit is het ecozand. Ja. Het is een soort zwart zand. Hier in die andere bunker hebben we dan eco. Oh, dit is nog steeds zand. Okay, dit is eco-granulaat. Ja, een prima alternatief op normaal grind. Ja. Want om beton te maken heb je dus zand nodig en grind. Zand, grind, water, cement. Ja. Wapening. En wat andere toevoegingsstoffen. Ja. Om een bepaalde sterkte te halen. We zijn nu in hal 2, hè? Hal 2, productiehal 2, waar we gebezemde betonplaten maken. Volledig eco-granulaat als grondstof. Een hoge betonkwaliteit. En strak en maatvast product. Nou, André, dat was het. Ja, hè? Zit er weer op, hè? Bedankt, André. Tot ziens, tot de volgende keer. Doeg! Zoals je kunt zien, is er bij Zwaagstrabeton geen gebrek aan draagvlak. Dus volgende keer neem ik je verder mee in deze mooie wereld. Tot dan. Bedankt voor het kijken. Doei!